Dag beste vrienden in de Heer, vandaag 16 augustus maanden. Wij beginnen vandaag een nieuw boek en het is ja, een mooie ervaring. Ik weet niet als u zo beleeft, maar bij mij is het een heel vernieuwend ervaring. Deze boeken, de Bijbel, van het Oude Testament van het begin nu een beetje verlopen. Het is echt een parcours die ons heel veel leert. En wij gaan tot deze maand tot het boek van Rut. En het is echt mooi. Het is echt dat het ons hart van vreugde en jubelen. Maar ook ons doen nadenken over onze eigen weg met God. Het Oude Testament is een bron van licht voor ons eigen weg als christenen. En vandaag beginnen we het boek van Rechters. Met een boodschap die ons echt sterk oproept om voor God blijven kiezen, standvastig te zijn. Vragen wij de Heilige Geest zijn bijstand, zijn hulp bij ons, zodat wij meer en meer tot God kunnen toebehoren en God kunnen volgen. Dan de eerste lezing komt uit het boek van de Rechters, hoofdstuk 2. In die dagen begonnen de Israëlieten te doen wat de Heer mishaart. Zij vereerden de Baals en verlieten de Heer, de God van hun vaderen, die hen uit Egypte geleid had. Zij liepen achter andere goden aan, goden van de volken uit hun omgeving. Zij bogen zich voor hen neer en krenkten de Heer. Zij verlieten de Heer en vereerden Baal in de Astarten. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël. Hij leverde hen over aan plunderaars die hem beroofden en gaf hen prijs aan hun vijanden rondom, zodat zij niet langer tegen hun tegenstanders waren opgewassen. Alles wat zij ondernamen, mislukte, omdat de Heer tegen hen was, zoals hij gezegd en gezworen had. Maar telkens als de nood het hoogste was, liet de Heer rechters optreden die hen uit de greep van de plunderaars bevreden. Maar ook naar hun rechters bleven zij niet luisteren. Ontuchtig liepen zij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al heel gauw weken zij weer af van de weg die hun voorvaderen gevolgd hadden. Die hadden gehoorzaamd aan de geboden van de Heer. Zij deden dat niet. Als God de Heer een rechter liet optreden, was hij met de rechter zolang die leefde. De Heer bevrijdde hen uit de macht van hun vijanden. Want als zij zuchten onder het juk van hun vervolgers en verdrukkers, kreeg hij weer medelijden met hem. Maar nauwelijks was de rechter gestorven, of zij vervielen opnieuw tot zonden. Erger nog dan hun vaderen. Zij liepen achter andere goden aan, vereerden die en bogen zich voor hen neer. Zij weigerden hardnekkig met de vroegere praktijken en gewoonten te breken. Dan we zien in deze lezing van de rechters een beetje in korte beschrijving van deze innerlijke houding en uiterlijke houding van de Israëlieten. We beginnen een nieuwe etappe. Nu is er geen leider meer zoals Mozes geweest is, Jozua. Nu gaat het volk een nieuwe etappe van koningen hebben, van rechters hebben. En dat is iets die laat blijken wat er
echt in het hart van de Israëlieten is. We moeten ook rekening houden dat de generaties veranderd zijn. De versen hiervoor vertelden dat na de dood van Jozua werd ook alle mensen die toen met Jozua geleefd waren ook gestorven. Er was een nieuwe generatie die niet deze ervaring had meegemaakt zoals de anderen van vroeger. En dat speelde ook een rol mee met de trouw en ook standvastigheid. Maar hier kregen wij een beetje ontplooid de rode draad van de oorzaak van het falen van het volk. Zij liepen achter andere goden aan, zij verlieten de Heer. Dat is een heel belangrijk gedachte. Zij walen omdat zij verlieten de Heer. De Heer verliet hem niet, maar zij wel. Het is voor ons ook een vraag. Soms kunnen wij zeggen, ja, waarom ben ik weer gevallen in dat of in dit? Maar heb ik God verlaten? En we moeten toegeven, we willen God volgen met heel ons hart, maar wij zijn mensen en wij falen. En wij falen omdat soms verlaten wij de Heer. En daarna zien wij deze beschrijving van het gedrag van God tegen hem. En misschien kunt u tegen mij zeggen, ja, zuster, dat klopt niet. God was tegen hem. Maar God is een God van tederheid, van liefde, van waarmachtig. Hoe komt dat, dat God tegen hem was? Maar God strafde hem niet zomaar. Het was niet een straf hier, het was de consequentie van de belofte dat het volk zelf uitgesproken heeft voor gezaten. Dat hebben we gehoord. En Jozua vroeg dat verschillende malen om echt de bezieling van het hart van de Israëlieten te proeven. En zij beloofde, wij gaan volgen. En Jozua zei, als u hier breekt met deze belofte, dan gaat u ook consequenties moeten beleven. En dat is wat gebeurde. Zij verlieten de Heer. Zij liepen achter andere goden. Zij waren afgeweken. En dan ze plukten de consequenties van hun eigen fouten. Maar wij zien, en hier komt een beetje op het einde, de beschrijving van de barmhartigheid van de Heer, die ook in het Oude Testament al te zien is. Elke keer dat God in rechter liet optreden, was het in ervaring van bevrijding. En we kunnen vanuit het woord rechter verstaan, oordelen, veroordelen, dat is wat in onze maatschappij bestaat als we naar de rechter gaan. Het is om een zaak te bekijken en zien wie is fout, wie is juist en wie schuldig was, wie onschuldig was. Dat is onze menselijk, onze maatschappelijk zicht van rechten. Maar hier in het Oude Testament, het verhaal van het volk, gaat het over deze genade van bevrijding. En rechter was een persoon die door God gezonden was om het volk te bevrijden. Te bevrijden van deze blindheid die hem liet God verlaten. Te bevrijden van de tegenstanders, van de vijanden die hun willen echt onderdrukken. God onderdrukt ons niet. Het zijn de vijanden die wij soms binnenlaten die ons kunnen onderdrukken. En daarna zien wij deze soort van cirkel beweging. Het volk verliet de Heer. Het volk luistert niet de Heer. Het volk wordt onderdrukt. Het volk smeekte God om hulp. En God zond de rechters. En zij kwamen opnieuw tot rust, maar daarna walen ze opnieuw. Het is hoe de lezing eindigt. Het is niet om ons ontmoedigd te maken, maar om ons de waarheid, de werkelijkheid te laten zien. Zij waren weer gevallen, zij liepen weer achter andere goden. Waarom? Omdat zij weigerden te breken met de praktijken en de gewoonten van vroeger. Met het oude leven, met het leven als heden. En hier zien wij dat
In deze cyclus liet God het volk vrij. Vrij, vrij, vrij. En je kunt nooit zeggen dat God ons dwingt om iets te doen of niet te doen. Nee. God liet vrij. Hè? En wij gaan zien bij het volk, boek van de rechten in het Oude Testament. Het is zo, draaien, draaien, draaien. Omdat ja, God laat aan ons de keuze. Maar daarna moeten we bewust zijn dat er consequenties ook van zijn. En wij zien hier dat onze vrijheid in trumf is, maar het is ook iets waarmee wij moeten leren omgaan, leren gebruiken. Onze vrijheid kan ons tot overwinning brengen, maar ook tot falen brengen. Het is voor ons een sterke uitnodiging vanuit dit nieuwe parcours met het boek van Rechters om diep na te denken over onze vrijheid. En het is ook wat wij echt voor u wensen met dit thema glorievolle vrijheid. Ik herhaal het opnieuw omdat wij zijn een beetje midden in het jaar. En misschien bent u nog niet stilgestaan bij de waarde van de teksten van dit compendium. En die helpen ons om dieper in te zien wat is de vrijheid. Hoe kan ik mijn vrijheid gebruiken om vrij te worden, om vrij te blijven. En ook om standvastig te zijn. We gaan zien hier met het boek van de rechters. Deze groot gebrek aan standvastigheid van geloof, van trouw van het volk. En dat is iets dat opgebouwd wordt. Wij ook, wij worden trouwer en vastberaden als we elke dag opnieuw keuzes maken voor God. En daarna de psalm, psalm 106. Het is een groot psalm, maar dat heel verbonden is met de eerste lezing. Helpt ons om verder in te zien wat God wil voor ons hier zeggen. Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt. Onze vaderen roeiden de inlandse volken niet uit, zoals de Heer had bevolen, maar mengden zich onder de heidenen en namen hun slechte gewoonten over. Zij bogen de knieën voor hun godenbeelden, die werden hen tot een valsstrik. Hun eigen zonen offerden zij, hun dochters aan de demonen. Zij maakten zichzelf onrein door hun daden, bedreven ontucht door hun gedrag. Daarom werd de Heer vertoornd op zijn volk en walgde hij van zijn erfdeel. Hoe dikwijls de Heer ook verlossing bracht, zij tergden hem telkens opnieuw, maar God trok ze hun ellende aan, zo vaak hij hun noodkreten hoorde. Nou, wij zien hier in deze psalmen ook in kort uitleg en ook een betere inzicht van wat gebeurde met het volk. Zij mengden zich onder de heidenen. Zij namen hun slechte gewoonten over. Het is voor ons iets heel hedendaags. We moeten als christenen, en hier gebruik ik het werkwoord moeten met opzet, voorzichtig zijn. De wereld heeft goede dingen, maar dat heeft ook dingen die vals strikken zijn. En wij als christenen zijn geroepen om als volwassenen christen ons gedragen. En om de geboden en om de gewoontes van onze geloof beleven, niet als bevelen, maar als ervaringen van liefde. Ik geef maar een voorbeeld, de zonde. De zonde is een daar van de Heer. Dat betekent niet dat wij niets mogen doen als plezier, als familie, helemaal niet. Maar laat ik tijd voor God. Soms beginnen wij de zonde met ons hobby en dat en dit en dit. En wat is de tijd voor God? Als wij zo gedragen, het is een beetje ons mengen met heden gewoontes. Heden betekent leven zonder God.
God niet in het centrum plaatsen. En hier zien wij deze oproep van God, vergeet mij niet. De psalmist vraagt aan God, vergeet mij niet hier. Maar God vraagt ook aan ons, vergeet mij niet. Hij draagt u niet als een heden. En wij moeten toegeven, wij hebben ook heden. Heden zijn plaatsen in ons hart. En daarom, de bekering is een proces dat nooit eindigt. Dus wij opnieuw moeten beleven. Daarom biedt de kerk ook aan ons over de 14 dagen tijd, de tijd van de advent. Het is nodig voor ons. En wij zien ook op het einde van deze psalm nog deze herhaling van de barmhartigheid van de Heer, die dikwijls zijn verlossing brengt voor ons, die altijd hoort de noodkreten van ons, die wij uitspreken. Maar wij tergden de Heer telkens opnieuw. Tergden is koppig zijn. Ik moest dit woord zoeken, omdat het is een woord dat wij niet altijd gebruiken, maar het is zo. Hè? Wij zijn soms te koppig. En wij moeten vragen aan de Heer zijn verlossing als wij daarna vallen. Maar Hij staat altijd bereid ons te helpen. Maar het is wel waar dat Hij God bewaart van ons, dat wij bij het vallen opstaan groeien in de liefde. Dat betekent blijven Hem volgen, niet als een wet, als in moeten, zonder geest en ziel, maar wel met liefde. Het is wat ook Paus Franciscus zei in de laatste catechese van woensdag 11 augustus. Ik nodig u echt uit om dat te lezen. Het is deze werven, gewoon de geboden volgen naar de liefde gaan. Het is juist wat het evangelie voor ons heel mooi zegt in deze richting. Matteüs 19. Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen. Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Hij zei hem, waarom wilt gij van mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Als hij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Welke? Vroeg hij. Jezus antwoordde, de bekende, hij zult niet doden, hij zult geen echtbreuken plegen, hij zult niet stelen, hij zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder, en hij zult uw naaste beminnen als uzelf. Dat heb ik allemaal onderhouden, verklaarde de jonge man, waarin is ik zit ik nog te kort? Jezus sprak tot hem. Wilt hij volmaakt zijn? Ga dan naar huis. Verkoop wat hij bezit en geef het aan de armen. Daarmee zult hij een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om mij te volgen. Maar toen de jonge man deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij wilde goederen bezat. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan wij zien juist hier wat ik net gezegd heb over deze overgang die we genodigd zijn elk dag in ons leven, om niet alleen de geboden na te volgen als in koude wet, maar met liefde. En hier beleeft deze jonge man deze ervaring. Het is een inroepingservaring. Inroeping is deze vraag hebben in je hart. Wat zit ik nog tekort? Een persoon die zich geroepen voelt tot in God gewijd leven, tot het priesterschap, voelt deze vraag in zijn hart. Die volgt Jezus, die probeert trouw te zijn als christen, maar die zegt, mijn hart heeft meer dorst, mijn hart zoekt nog iets verder. En dat is wat Jezus hier zegt. Om dat er te kunnen vinden, moet je iets achterlaten, afgeven en daarna mee volgen. En Jezus hier volgen, het is in een ander niveau, iets dieper, iets vollediger, in de zin van
toewijding van leven. En het is voor ons deze, dit evangelie in uitnodiging om te bidden voor de jongeren die soms met deze vraag worstelen. Ofwel omdat zij niet begrepen wat deze vraag wil betekenen, ofwel begrepen ze wel, maar het is een strijd af te geven. En af te geven, ja, beroep, studies, mensen, familie, goederen. Er zijn zoveel dingen die soms in de jongeren kunnen vasthouden om niet hun leven te geven aan de Heer. En wij als christenen, als gelovigen in de wereld, wij zijn uitgenodigd, hebben deze plicht van liefde om voor hem te bidden, hem te helpen. Inzien hoe groot is de waarde van de liefde van de Heer voor ons. En hoe groot is deze waarde van geroepen te zijn door de Heer. Degenen die geroepen zijn, zijn niet beter. Helemaal niet. Zijn de kleinste. Maar zij zijn degenen die God wil bij hem. Omdat hij heeft ons nodig om ons te gebruiken. Ik ben altijd getroffen in mijn herinnering, in mijn eigen verhaal met een beeld die ik vaak zag tijdens mijn tijd van jongeren, zo 14 jaar tot 17 jaar. Ik werkte bij een stage om mijn eigen studies te betalen, bij een school van zusters Dominicanessen. En ik moest de sleutel gaan halen om de bibliotheek te openen. Ik werkte naar midden en ik had les voor midden. En het kader waar de sleutels was, was er een affiche met Jezus met een vinger, zo. Niet om te oordelen, maar om te wezen. En zegt, ik heb u nodig. Maar deze zin en dat beeld trof me zo veel, zo veel. Ik heb u nodig. Het is wat Jezus zegt aan deze jonge man, ik heb u nodig. Maar u moet wel iets afgeven, anders zo kan je me niet volgen. Het is heel moeilijk voor de jongeren, vooral vandaag, om af te geven. Maar het is heel groot wat wij krijgen van de Heer. Heel groot, heel groot. Daarvoor ben ik echt overtuigd en getuigen daarvan. Vragen wij aan de Heer dat de jongeren moed kunnen hebben om de stem van de Heer te durven horen en te durven volgen. Vragen wij dat door de voorspraak van Maria. Wees groot Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u. Dank u wel voor alles dat we u doen om ons te helpen dit compendium en deze relatie met de Heer in het woord van God laten groeien en ook bestaan in de harten van vele jongeren. Dank u wel. Hallo iedereen, ik ben Joris Vermeulen. Ik ben 24 jaar oud en ik heb een boodschap voor jullie. Ik ben de gemeenschapsleider van het woord heel dankbaar voor het compendium dat ik van hun heb ontvangen op een aanbiddingswaken in Leuven, Night Fever. Het heeft mij vooral heel hard geholpen om dagelijks met het evangelie bezig te zijn en door effectief dingen te gaan opschrijven, er nog dieper in te duiken. Sinds dat ik het compendium heb ontvangen, ben ik er elke dag mee bezig geweest. En het heeft voor mij een paar dingen naar boven gebracht waar ik vroeger nog niet zo hard had bij stilgestaan. Vooral in de paastijd was het voor mij echt een hele goede bijdrage. Daarom ben ik echt heel dankbaar dat het bestaat en dat ik het heb mogen ontvangen. Dus dankjewel.